ben de koning! In andere landen hebben ze in plaats van een koning hebben ze een president. Ik denk dat hij eigenlijk gewoon een beetje die gewoon dingen doet als andere mensen, maar dan wat speciaal of zo. Ik dacht eerst werken. Je hoeft niet zoveel te doen. Werken? Weet ik niet. Die zit op een troon. Nee, je moet niet zomaar naar zijn werk rijden. Want meestal komen de formulieren naar hem toe. Ja, ik weet niet precies wat voor papieren, maar ik denk een soort van belangrijke papieren. Hij werkt gewoon in zijn kasteel. En geeft opdrachten. Of je daar een struik zet of een zebrapad of zoiets. Gesprekken voeren. De baas over iedereen spelen. Met de regering samenwerken. Die bestuurt het land met de regering. Met Marutte en Geert Wilders. Over alle dingen die in Nederland gebeuren, die ook in de Tweede Kamer gebeuren en zo, daar een handtekening onder zetten. Dat ons land heel netjes blijft. De straten helemaal schoon zijn, glimmend schoon. En de gemeente die moeten ervoor zorgen dat het gewoon netjes blijft. Met zijn kindjes spelen, want hoe moeten hun anders opgevoed worden? Lintjes daar knippen. Praatjes maken met mensen. Naar scholen toe. Aanbellen bij alle mensen. Kijk, even vragen dat het goed gaat. Een museum openen. Het is graag. De avond vierdaagse. En de koning spelen. Soms dacht je, waarom zit soms een man in een lengte? Maar op koningsdag dan gaat hij naar buiten. Maar ze kunnen bijna nooit naar de, bijvoorbeeld naar de Efteling. Want anders, anders gaat iedereen op zich af. Ik had wel gezien op tv dat hij naar andere landen gaat. Kan ik niet in haar.